Welkom bij Hydrauliek 24, mijn naam is Pascal. In deze video leg ik uit hoe je onze volgordekleppen kunt toepassen. Stel je voor, je ontwerpt een hydraulische pijpenbuiger. Dan kun je je voorstellen dat zo'n pijp eerst goed moet worden ingeklemd voordat hij gebogen kan worden. Het systeem heeft dus een vaste volgorde waarin deze mag kunnen werken. In zo'n geval kan een volgordeklep worden toegepast. Nou, hoe werkt dat dan precies? Daarvoor pak ik het schema er even bij. Nou, zoals het schema laat zien, werkt de volgordeklep met een instelbare veer. Hiermee is de druk in te stellen waarbij de klep zich door de stuurleiding laat openen. V staat voor ventiel of stuurventiel. C staat voor cilinder. Maar dit kan ook een andere type actuator zijn, zoals bijvoorbeeld een hydromotor. Wanneer de olie vanaf het stuurventiel naar de klep wordt gepompt, is deze nog gesloten. Nu kan de olie overal naartoe stromen, behalve naar de cilinder aan zijde C van de volgordeklep. Pas als de systeemdruk bij V hoger wordt dan de ingestelde waarde, opent de klep en wordt de achterliggende cilinder aangestuurd. In het voorbeeld van de pijpenbuiger zal de klemcilinder aan de V-kant bevinden. Pas wanneer de klemkracht hoog genoeg is, wordt de systeemdruk zo hoog dat de volgordeklep zich opent en de buigcilinder geactiveerd wordt. In het schema is ook nog een terugslagklep getekend. Deze zorgt ervoor dat de olie bij intrekken van de cilinder vrij terug kan stromen. Naast de standaard volgordeklep hebben we ook een gecompenseerde variant. Deze is geschikt voor systemen waarbij er een hogere en vooral een wisselende belasting op de cilinder te verwachten is. Wanneer de belasting en dus de druk in C varieert, kan dit bijvoorbeeld de terugslagklep beïnvloeden, waardoor de volgordeklep instabiel wordt. De gecompenseerde volgordeklep heeft inwendig twee extra stuurleidingen in C die de klep stabiel houden. In het voorbeeld van de pijpenbuiger gaat het er niet alleen om dat de pijp eerst wordt geklemd en dan pas mag worden gebogen, maar ook de teruggaande beweging dient op volgorde te gebeuren. De klem mag pas lossen als het buigen is voltooid. Hiervoor kan dan een tweede volgordeklep in het systeem worden toegepast. De eerste klep op bodemzijde van de buigcilinder zorgt ervoor dat deze pas mag uitschuiven als de klemcilinder voldoende klemt. De tweede klep zorgt ervoor dat de klem pas mag lossen wanneer de buigcilinder volledig is ingetrokken. Nou, bedankt voor het kijken. Hopelijk heb ik in deze video duidelijk kunnen uitleggen hoe een volgordeklep werkt. Vergeet niet te liken en te abonneren en dan zie ik je graag in onze volgende video. Hydrauliek 24 maakt het makkelijk.